Zo, dit is een regenachtige donderdag en vandaag ga ik het hebben met de peperboom. Hoe ik mijn peperboom verzorg en wat ik allemaal aan de peperboom geef om gezond te groeien en te bloeien. Dat is voornamelijk, dat is belangrijk. Zoals u ziet, hier is mijn peperboom. Ik ben het gewend om bakoverschillen. Kippenmes, dat heb ik hier. Eén keer zo in de maand ervoor te zetten met bakoverschillen. Dat is voor de activeertum, dat is fosfor tegen de bloei van de peper. Verder haal ik al de bladeren weg. In de meeste gevallen haal ik het weg omdat meestal pepers achter de bladeren schimmels krijgen. Kijkt u hier. Hier toevallig. De witte schimmel. Die witte vlieg. Hier. Hier achter die blad. Dus ik probeer zo weinig mogelijk bladeren aan de peperboom te laten. Deze pluk ik gewoon van anderen. Ik probeer de steel helemaal vrij te krijgen. En boven mogen de pepers groeien. Ja. Is bloei. En hier zijn de producten die ik altijd gebruik voor de pepers. Vloeibare zeep, een beetje azijn, water. En hiermee spuit ik hem. Het doodt ook mieren, dus ik heb niet zoveel last van mieren. Hier. Zo, en dit is mijn organic pest boekje waarin ik alles schrijf wat je allemaal kan gebruiken tegen de verschillende ziekten. Kijk. Je hebt van baking soda en azijn. Hier. Hier heb je geen meeldauw, heb ik ook hier. En hier heb ik een biologisch middel tegen witte vlieg, epers en slakken. Dat heb ik hier geschreven. Dit is tegen witte vlieg, vloeibare zeep, alcohol en yellow mouthwash wat we gebruiken. Om de 3 dagen spuit ik ermee. Dat mag ook. Dus hier heb ik een heleboel dingen geschreven in mijn dagboek over de verschillende middelen die je kan gebruiken tegen biologische middelen die je kan gebruiken tegen de verschillende ziekten, bijvoorbeeld epers, scheel, trips, witte luis, spiders. Dat is dit.